Misschien zie je het al. Isa Snijder stovert zich in een handomdraai om tot Marilyn Monroe. Ze is herkend door dit beeld tijdens de dodenherdenking. Ik kreeg gewoon een beetje last van mijn rug. En ik dacht, nou, ik kraak mijn nek even. Maar net op dat moment pakte de camera dat op. Dus dat is toen uitgezonden. En toen dacht ik nog bij mezelf van, goh, hey, heb ik weer, weet je. Maar illusionist Hans Klok zag het ook en dacht meteen, wie is dit? Die heeft de dag erna via Shownieuws een oproep gedaan. Van wie is deze meid en helemaal de nieuwe Nederlandse Marilyn Monroe. En ik wil weten wie ze is. Isa stuurt een berichtje en krijgt gelijk een reactie. Dat hij me er echt op vond lijken. En nou, gewoon vet mooie complimenten natuurlijk. En of ik dan eventueel een shoot met hem wou doen. Heel leuk. Ja, heel bijzonder. Maar hele leuke mensen. En het was echt heel gezellig. De vraag is, wordt Isa ook in Groningen op straat herkend als Marilyn Monroe? Nee, geen idee. Nee, geen idee. Ik heb geen idee. Sorry, Marilyn Monroe? Marilyn Monroe. Ja. Ja. Marilyn Monroe. A little bit same, yeah. It's kind of Kenny, so you can recognize it at once. Je zag het bijna gelijk, hè? Ja, is goed gedaan, hoor. Ja, is goed gedaan. En wie weet zien we onze Isa binnenkort op het podium en wordt ze doormidden gezaagd door Hans Klok. Lijkt me wel spannend, ja. Daar moeten we nog even over overleggen, maar we gaan het zien. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!